Wij blijven in beraad totdat de regering de benoeming van het veranderde managementteam onder leiding van Humphrey Jindipsi terugdraait. Dit besluit hebben de leden van de douanebond vandaag genomen tijdens een spoedalgemene ledenvergadering. Volgens bondsvoorzitter Joyce de Vlucht is de bond niet gekend in dit besluit. Het is een douanekorps. Je praat over oud, gepensioneerden. We hebben al vanaf het begin aangegeven dat we die organisatie moe is van gepensioneerden of gepensioneerden terughalen op de werkvloer, waardoor je die doorgroeimogelijkheden stopt binnen die organisatie. En in deze is het al helemaal, bijna zou je zeggen, je slaat de plank mis. En dan moet ik daarna lezen, want de minister geeft ons aan, per 15 februari wordt die groep ingesteld, moet het van start op onze vraag. En als we vrijdag vandaar komen en zaterdag het nieuws lezen, zo'n nieuws, dan is dat al overal op het nieuws. En dan staat er per 2 februari is die groep ingesteld. Dus men heeft niet eens gesproken met de bond, niemand weet wat. En het komt vaker voor dat er zaken besluiten worden genomen en de bond daarna wordt geïnformeerd. De bondsvoorzitter voert verder aan dat het onacceptabel is dat het veranderd managementteam uit oud-politiefunctionarissen bestaat. Dit terwijl er binnen de douane genoeg gekwalificeerde ambtenaren zijn om leiding te geven aan het team. De Vlucht kan deze aanstelling niet plaatsen omdat de leden van het veranderd managementteam ex-opsporingsagenten zijn en de leden van de douanedienst belastingambtenaren. De benoeming past niet binnen het wettelijk kader waarin de douanedienst moet functioneren. Wij gaan ervan uit, ik praat namens de leden, wij gaan ervan uit dat als die mannen topfunctionarissen waren binnen het KPS, dat dit de juiste mannen zijn dan om binnen het managementteam van de politie te zetten. Want dat wil zeggen, ze kunnen een wezenlijke bijdrage daar leveren. Maar wat voor toegevoegde waarde hebben ze dan binnen die douaneorganisatie? En al ga je me zeggen, ze hebben een adviserende rol. Als ik heb geluisterd naar het nieuws van STVS waar de directeur heeft gesproken, haal ik daaruit dat ze geen adviserende rol hebben. Het is inbreuk op onze hiërarchie. De douanebond en het ministerie van Financiën en Planning praten al ongeveer 18 maanden over de vraagstukken die opgelost moeten worden. Maar tot de dag van vandaag is er nog geen schot gekomen in de zaak. Na de algemene ledenvergadering trok de bond richting het hoofdkwartier om een petitie te overhandigen aan de douane-inspecteur. Lloyd Koen, die de petitie in ontvangst nam, is ook de mening toegedaan dat er binnen de douane mensen zijn die wel degelijk leiding kunnen geven aan het team. In feite ben ik verrast geweest met die zaken, de recente zaken die zich hebben afgespeeld. Maar het is een besluit van de regering en het is ons medegedeeld en u weet, bij actie volgt de reactie en dit is de reactie van de leden van de douanebond. En we gaan kijken hoe men hiermee omgaat. En ja, we hopen allemaal dat het goed wordt en dat het beste voor de douaneorganisatie. Wij zijn niet tegen hervormingen, maar de manier hoe die hervormingen gepleegd worden. Ik denk dat dat een bottleneck is bij die douane, mensen van de douaneorganisatie. De douaneambtenaren geven aan dat ze tot het bittere eind zullen strijden, zodat de regering het besluit terugdraait. We staan helemaal achter het besluit van de bond. En u zegt ook dat er binnen het korps mensen zijn die de leden kunnen hebben over het korps douane. Ja, zeker man. We zijn opgeleide mensen. En als we de hiërarchie volgen, zouden we die mensen de kans moeten geven om hoger op te gaan. Ja, natuurlijk. We hebben alle mensen in huis. Waarom moeten we nog naar buiten gaan?